Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen. Uw reisbureau voor Hajj, Umrah en Al-Quds, Palestina. Voor meer informatie kijk op www.mekkamedina.nl. Afgelopen periode zie ik dagelijks op social media verschrikkelijke beelden opduiken. Van martelingen van moslim-Oeigoeren in China. De beroemde voetballer van Arsenal, Mesut Özil, heeft een tweet erover de wereld ingeslingerd. Deze tweet deed de gemoederen flink oplopen. China wilde de wedstrijden van Arsenal boycotten en niet meer uitzenden. Maar wat is er nu allemaal aan de hand met de Oeigoeren? En waarom zit deze moslimgroep nu in deze Chinese werkkampen? Ik heb afgesproken met 3 Oeigoerse broeders in Den Haag. Zij wilden mij hun persoonlijke verhaal vertellen over wat er nu zich allemaal voor verschrikkelijks afspeelt in China met het Oeigoerse volk. Het is zo dat wij zijn op een gegeven moment dus naar Nederland gekomen, maar wij hebben allemaal de Chinese communistische regime meegemaakt in ons levens. Ja. Vooral bij onze families en zo. En nu is dat dus op zo'n punt gekomen dat er dus miljoenen Oeigoeren in concentratiekampen zitten. En jullie zijn als asielzoekers gevlucht destijds? Ja. Klopt. Voor het Chinese regime? Voor het Chinese regime, inderdaad. De reden? Verschillende redenen, onderdrukking inderdaad. Ja, iedereen heeft zijn eigen reden. Ja, mijn vader was sowieso al tegen de communistische partij. Ja, dan sta je al op een watch-out list. Dus mijn vader was de eerste die vluchtte. Ja. En mijn moeder en ik zijn hem zeg maar achterna gegaan. Ja. Iedereen heeft hier zijn eigen verhaal eigenlijk. Okay. Ja, maar de grootste reden is dus echt het Chinese regime, dat iedereen daarvoor vlucht. En willen ze niet dat jullie islamitisch zijn ofzo? Hoe gaat dit? Ik denk dat het gecompliceerd is, want er zijn Chinese moslims, gewoon echt Chinese moslims, zeg maar. Dus geen Oeigoeren? Ja. En die mensen mogen in principe hun eigen geloof bedrijven zoals ze willen. Dus Han-Chinezen die moslim zijn? De Han-Chinezen die moslim zijn en andere Chinese groepen die moslim zijn, die mogen gewoon hun geloof bedrijven. Oh, die wel? Die wel. Maar wij zijn wel echt islamitisch. Ja. En ik denk dat het echt vooral gericht is op ons als volk. Mm-hmm. En het vernietigen van onze cultuur om ons zeg maar homogeen te maken met de Chinese cultuur. En om ons zeg maar stil en onder druk te houden. Ja. En een van de manieren hoe ze dat doen is raken waar ons hart is. En dat is ons geloof. Want als je ons geloof afneemt, dan kan je dus ervoor zorgen dat wij weer verchinezen. Dus het geloof wordt gebruikt om ons te onderdrukken, maar het gaat echt om ons onderdrukken. Dus China, China ziet eigenlijk de islam gewoon als barrière tussen jullie en de Chinezen. Ja, onder andere inderdaad. Ja. De islam en onze cultuur, onze taal. Ja. Alles proberen ze af te nemen, hun eigen te maken. Soort van maar je hebt toch heel veel verschillende talen in China, of niet? Ja, het is waar. En toen het Chinese communistische regime werd opgericht, werden er iets van 96 talen erkend als officiële talen. Ja. Maar door de tijd heen is dat steeds minder geworden. Want wat China dus doet is, ze willen zeg maar de Han-taal, de Mandarijntaal, steeds groter en steeds machtiger laten worden. Dus Kantonees begint nu minder te worden. Taal die is in Shanghai spraken is al verdwenen. Ja. En dat doen ze dus steeds meer in ons gebied ook. Ja. Want ons taal wordt geschreven in het Arabisch geschrift. Maar als je in Xinjiang of als je in Oost-Turkestan zit, wordt alleen maar geschreven in het Chinees geschreven. Klopt. Dus Chinees, kunnen jullie dat lezen, die Chinese tekens? Ik niet meer, maar ik heb een half jaar op de basisschool daar gezeten. Toen kreeg ik zeg maar nog les in het Oeigoerse taal. Ja. Alleen een paar vakken wel in het Chinees, maar nu is dat zeg maar Oeigoers is helemaal weg uit de educatie. Ja. Dus je krijgt dat echt niet meer en het is zelfs al verboden om het te educeren. Maar thuis praten ze wel? Ja, thuis praat iedereen Oeigoers. Ook daar nog? Ook daar nog steeds is het wel mogelijk om dat thuis als communicatiemiddel te gebruiken. Maar toen wij bijvoorbeeld opgroeiden was het zo dat je op school Chinees kreeg als een bijzaak. Dat was gewoon een les die je moet bijwonen. Ja. Maar nu is het meer een soort van een verplichting. En Oeigoerse taal verdwijnt steeds uit de educatie. Dus vanaf basisschool krijgen ze geen Oeigoers meer tegenwoordig. Morgen is er een demonstratie in Amsterdam, toch? Klopt. Ja. Klopt. De hoofdreden voor die demonstratie is omdat nu de Oeigoeren in China, dat die met miljoenen in kampen zitten. Heb ik het goed? Ja, wat makkelijkste is, mensen worden daar gewoon bijvoorbeeld, laten we beginnen bij de vrouwen. Vrouwen krijgen medicijnen om zodat ze niet meer vruchtbaar worden en dat ze geen kinderen meer krijgen. Zodat ze zeg maar de cultuur van de Oeigoeren daar al stoppen. Dat er geen demografisch is. Ja, klopt. Ja. En ook dat Oeigoerse jongvrouwen uitgehuwelijk worden aan Chinezen. Anders worden hun vaders die in kampen zitten of wel vrijlopen. Maar dat zijn geen moslim-Chinezen? Nee, dat zijn zeker geen moslim-Chinezen. Die worden gewoon echt verplicht om met hun te trouwen. Anders wordt jouw familie iets aangedaan. Echt waar, joh? Ja.
dat zijn verhalen die we meekrijgen van mensen die het echt hebben meegemaakt. Nog van familie daar nog en zo? En het ding is, wij hebben allemaal verhalen van familie die in concentratiekamp zitten. Elk Oeigoer die jij zo spreekt, heeft familieleden die in concentratiekamp zitten. As we speak. As we speak, ja. En wat is de reden waarom China, wat voor reden geeft China voor die concentratiekampen? Van alles. Het kan tot de minimaalste reden zijn, bijvoorbeeld dat jij Oeigoers praat op straat, of als jij een baard draagt, baard hebt, dat baarden zijn een teken van de islamitische cultuur. Of als jij geen alcohol drinkt of niet rookt, dan moet je heropgeleid worden, Chinees worden. Maar lopen dan constant overheidsmensen rond die dat in de gaten houden? Ja, en camera's. Elke hoek van de straat heb je een camera. Overal heb je camera's daar. Met de modernste technologie. Met de modernste gezichtsherkenning. En die houden eigenlijk in de gaten wat iedereen doet. Ja, het is zo geavanceerde technologie dat iedereen op elk moment bekeken wordt zonder dat er iemand bekeken hoeft te kijken. Het is kunstmatige intelligentie die elk gezicht opneemt, DNA footprint heeft van iedereen en weet hoe iemand van werk naar huis gaat. En als jij een keer een ander hoed hebt, dan meteen de politieagent op je deur hebt. Dan valt het op. Dan valt het meteen op. Meer dan 5 naar mensen op naar een moskee gaan? Laatst naar de moskee gaan. Er zijn checkpoints om de 50, 100 meters en dat zijn dingen die je normaal tegenkomt op het luchthaven of zo. Ja. Dat zijn van die gates en daar moet je dan doorheen gaan om gecontroleerd te worden. En je kunt ook zomaar op je telefoon gecontroleerd worden. En dan gaan ze kijken wat voor foto's je in je telefoons hebt en met wie je voor het laatst in gesprek bent geweest. En ga zomaar door. Ja. En je moet in de kampen dus ook nog zelfs om jouw loyaliteit aan de communistische partij te bewijzen, moet je dan varkensvlees eten. Ja. Om zo jezelf te bewijzen van dat je geen moslim bent. Precies, ja. En de moskeeën die zijn er nog wel, maar die dienen nergens voor ofzo? Meestal worden gewoon neergehaald en dan of verbouwd tot iets anders, tot een café soms. Ja. Gewoon tot een restaurant. En als ze hier nog zijn, dan zijn ze helemaal leeg. Je kan mensen, zeg maar westerse mensen die daar op vakantie gaan, zien opeens dat moskeeën helemaal leeg staan. Voor kinderen mocht je geen islamitische educatie geven. Thuis mocht je geen islamitische educatie geven. In jullie tijd ook niet? Nee, ook niet. Maar dat deden we alleen stiekem, omdat we ouders dat... omdat we dat wel moest van onze ouders. Ja. Maar het is niet dat je openlijk naar de moskee mocht. En vooral als je dan op school zit. Maar als je Koran wilde gaan leren ergens of zo, of wat dan ook? Ja, dat kan sowieso niet. Dat ging echt ondergronds. In ons gebied toen wij daar nog leefden, ging het al ondergronds. Er zaten risico's aan verbonden. Ja, want als je werd gepakt, je mocht ook, mensen die dat hebben gedaan, mochten ook gewoon een week niet naar buiten. Want mochten mensen erachter komen dat bijvoorbeeld heel veel kinderen de ruimte in en uit gaan, dan was er dus, dan werd je dus onderzocht, dan kwam er een inval en dan werden gewoon de geleerden meegenomen, kinderen werden meegenomen, ouders werden ook opgepakt, opgezocht. Dus dat was al een probleem toen en nu kan het helemaal niet meer. En betekent dat ook dat er nu echt hele generaties zonder Koran opgroeien en zonder of... Zeker. Ja, er zijn heel veel generaties, zelfs mijn moeder die is zonder Koran opgevoed en later pas heeft ze zelf hier geleerd. Ja. Zelfs toen zij kind was, was het ook niet mogelijk. Ja, we hebben niet eens meer contact met onze familie daar. Al sinds 2016, eind 2016, niemand meer contact met zijn familie daar. Jullie ooms, tantes, neven, nichten? Ik weet niet eens of ze leven. Echt? Nee, precies. Ja, echt. Zitten daar, ja. Ja. Ik hoop dat ze leven. Ja, ik hoop dat ze buiten zitten. Dat is ook iedereen. Oh, dit is wel heftig, man. Ja. Ik heb nog geluk dat beide ouders hier leven, maar dat geluk hebben zij zelfs niet eens. Zijn jullie ouders nog daar? Mijn vader zit in een concentratiekamp. Echt waar? Ja. Ik ben in 2007 naar Nederland gekomen. Ja. Mijn vader kon niet mee met mijn moeder hier gekomen. Ja. En mijn vader zit er nog in, zover ik dat weet. Geen contact, geen niks? Geen contact, helemaal niks. De enige manier hoe ik dat heb kunnen weten is via mijn oom die in Kazachstan woont. Dus die heeft wat meer informatie daarover. Maar ik weet niet of die vrij is, of die weg is, of die nog steeds vast zit. Of wat met hem is gebeurd. Angstaanjagende gedachten is dit, man, jongens. Zo. Gewoon je vader. Ik ben gevlucht in 2009. Want ik heb deelgenomen aan een protest, zeg maar, die in de kapitaal, zeg maar in de capital city van Oost-Turkestan gebeurde. Daarna ben ik gewoon alleen gevlucht en ik heb ook... Wist je, ik ga de... Als je daar zou blijven, wist je dat je... Nou ja, toen hadden we eigenlijk al door dat ik daar eigenlijk geen toekomst meer had. En jouw familie, je weet Mijn niet... familie, die leven nog steeds daar, of misschien... Wat een heftige situatie is dit voor onze broeders en zusters.
Ik kan me nauwelijks verplaatsen in de schoenen van deze jongens. Geen contact met je vader in een concentratiekamp en totaal geen teken van leven meer van je hele familie. Wat is de status nu? Is het China kan doen wat ze wil of wat? Nou ja, er is wel steeds meer aandacht natuurlijk. Ja, dat is goed. Zeker, ja. Heel goed. Heel goed. En nu zijn landen bijvoorbeeld Amerika die laatst een wet heeft aangenomen die sancties oplegt op de Chinese leiders die daar verantwoordelijk voor worden geacht. De EU heeft laatst ook zo'n soort gelijk resolutie aangenomen. Dus meer aandacht. Maar aan de andere kant, wij zijn economisch als Westen en de rest van de wereld zo afhankelijk van China. Het is de één na grootste economie op aarde, een van de grote machten in de wereld. Dat het moeilijk is om tegen China te zeggen van hey, sluit die kamp, want ze doen toch wat ze willen. China heeft heel slim gespeeld. Ze hebben heel veel leningen uitstaan bij andere landen die de landen niet kunnen terugbetalen, zoals in Afrika, maar ook gewoon connecties met de Arabische landen of zelfs met de Turkse landen zoals Kazachstan, Kyrgyzstan. Ja. Want in Oost-Turkestan leven niet alleen Oeigoeren, maar ook andere volken zoals de andere Turkse volken. Ja. En die zitten daar ook in concentratiekampen en ja, zelfs die landen kunnen niks zeggen voor hun eigen volk, omdat zij toch China zijn verschuldigd. Dus China heeft zoveel geïnvesteerd economisch in die landen? In de infrastructuur of geïnvesteerd zou ik het niet noemen, maar ja, vazalstaat van gemaakt. Ja, dat ze eigenlijk politiek monddood zijn. Ja. Want dat zou dan betekenen dat als China zich terugtrekt in de financiële projecten in hun land, dan gaan ze failliet. Ja, dan gaat het stort al helemaal in inderdaad. En de enige manier hoe wij iets aan doen is gewoon door te zeggen van hey, China niet doen, maar ja. Nee, kunnen we niet. Ja. We hebben de macht daar niet voor. Ja, China heeft de grootste macht qua in de economie nu. Ja. Ja, zo bizar. En nu zitten er 1 miljoen, as we speak, 1 miljoen Oeigoeren in. Ja, meer dan 1 miljoen. Officieel wordt het gezegd 1 miljoen, dat is een getal, maar naar onze telling zijn het echt miljoenen. Zijn het echt die zitten nu in kampen. Het is moeilijk om dat te stellen, maar het is in de orde van miljoenen. Die zitten echt in kampen. Ja. Echt buitenrechtelijke kampen. Er zijn natuurlijk Oeigoeren die gewoon naar de gevangenis worden gebracht, onrechtmatig. Die zijn natuurlijk ook. Er zijn Oeigoeren in werkkampen die geforceerd zijn om te werken. En er zijn Oeigoeren echt in buitenwettelijke, buitenrechtelijke kampen, concentratiekampen. Die zitten niet in een vrijheid, die zitten echt met 30 of 60, heel veel man echt in een kleine ruimte. Ze moeten hun behoeftes in die ruimtes doen. En ze zien mensen daar gewoon in de kamers doodgaan, meegesleurd worden. De vraag is natuurlijk, wat kunnen wij doen? En die vragen we onszelf natuurlijk ook al, wat kunnen wij doen? Een van de grootste regimes op aarde die jouw familieleden in concentratiekampen opzuigt. Ja. Wat kan jij daaraan doen? En dat is een gedachte die de meeste van ons wakker houden s'avonds. Maar door die steun van mensen maakt dat wij ook, zeg maar, ervoor blijven strijden voor ons familie. Ja, ik persoonlijk, ik denk dan van hoe kan ik mijn broeders daar steunen? Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, dat is persoonlijk, weet je, en dat ook wat de islam ons stelt, dat is natuurlijk de du'a. Direct aan Allah vragen om onze broeders en zussen daar te helpen. Maar als je gaat kijken wat ik gewoon persoonlijk nog daarnaast kan doen, weet je, ik vind het lastig. Weet je, een video hierover maken, jullie mentaal steunen, dat soort dingen, maar ja, wat kan ik meer doen? Ja, dit is al wat ons kan helpen. Een video maken, verspreiden, ons verhaal verspreiden, want heel veel mensen kennen ons verhaal eigenlijk nog niet echt. Ja. Heel veel mensen kennen nog niet dat er een concentratiekamp bestaat weer. Zoals wat in de Tweede Wereldoorlog stond en nu zeg maar nog erger. Dan waren jullie natuurlijk enorm blij met zo'n tweet van Mesut Özil bijvoorbeeld. Fantastisch. Ja. Dat is echt geweldig. Ja, het heeft ons heel veel steun gegeven. Heel veel influencers zijn daardoor ook opgestaan. Ja. Een rugbier uit Australië of Nieuw-Zeeland. Ja, die beroemde rugbier. Van Australië of Nieuw-Zeeland. Australië volgens mij. Die heeft ook een bericht gepost. Heel veel mensen. Maar voor Mesut Özil, die heeft zeg maar de stap er naartoe genomen. En hij heeft ook heel veel tegen zich gehad. De belangrijke wedstrijd van Arsenal Manchester City, die werd gecanceld in China. Chinezen die verbranden zijn t-shirts, die verbranden zijn foto's, die hebben nu de grootste haat. Ik weet niet wat hij daarachter nog misschien heel veel haat daarnaast krijgt. Ja. Dat zien wij niet. Ja. Maar wat openbaar heeft, krijgt hij al heel veel haat. En dat heeft hij, zeg maar, een soort van ja. Dus Mesut is in dat opzicht gewoon een held dat hij dat heeft gedaan. Ja, hij heeft een pad gevormd die anderen kunnen bewandelen inderdaad. Ja. En daar heeft hij ook de consequenties van gevoeld, financieel, maar ook gewoon emotioneel. Ja, respect voor. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. En jullie hebben morgen een protest in Amsterdam? Ja.
op de Dam? Ja. Dat is ook een manier om onze... Om jullie verhaal. Ja, om ons verhaal te laten horen, om stand te laten horen. Nou, ik wil afsluiten met een dua voor onze Oeigoerse broeders en zusters. Dat je mag alles aan het huilen. Onze Oeigoerse broeders en zusters die nu in die kampen zitten, die nu een verschrikkelijke tijd ondergaan, mogen alles aan het huilen voor hen vergemakkelijken. Nou, moeilijke tijden komen altijd makkelijke tijden. En mogen alles aan het huilen die makkelijke tijden zo snel mogelijk laten komen voor onze broeders en zusters. En ik wens jullie ook heel veel sabber. En het lijkt mij verschrikkelijk om te weten dat jullie familie nu familie is, dat je niet weet hoe het met ze gaan. Dus bij deze wens ik jullie op, mogen alles aan het jullie ook heel veel sabber geven in deze tijd. En assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.